Dames en heren, ga even rustig gaan zitten, want dit is misschien wel dé Insurance Talk video die je moet gezien hebben. Misschien wel de belangrijkste die ik ooit ga maken, to court. Dus over het aanrijdingsformulier. Dit Europees aanrijdingsformulier staat er letterlijk op dat het een Europees aanrijdingsformulier is. Dat betekent dat alle landen in Europa met hetzelfde formulier werken, telkens in een andere taal, maar eigenlijk staat er krak hetzelfde op. Hoe vul je zo'n aanrijdingsformulier nu juist in? We merken wekelijks dat er heel wat fouten gebeuren bij het invullen van zo'n Europees aanrijdingsformulier. Dat kan zeer zware gevolgen hebben, want dat aanrijdingsformulier, als u dat beide ondertekent, is het op basis daarvan dat de maatschappij beslist welke partij een fout is en welke partij een recht is. Oké, hoe vullen we dan nu concreet in zo'n aanrijdingsformulier? Laten we starten van een fictief voorbeeld. Ik stond met mijn wagen stil aan de rode lichten. De tegenpartij kon niet meer op tijd remmen en heeft mij achteraan aangereden. Voilà, zo ziet u hoe een aanrijdingsformulier er nu dus effectief uitziet. Belangrijk om te vermelden, dus dat eenzijdig gedeelte en het gemeenschappelijk gedeelte. Het eenzijdig gedeelte staat eigenlijk in kleur. Je ziet dat je enerzijds voertuig A hebt, anderzijds voertuig B. Al hetgeen in de blauwe kolom is individueel in te vullen voor de persoon die met voertuig A rijdt. Alles in de gele kolom voor diegene die met voertuig B rijdt. Dit is dus individueel. En daarop geeft u geen akkoord. Hier mag u alles invullen, puur individueel. De rest, dat zijn de gemeenschappelijke delen. Dus als u hier onderaan op het gemeenschappelijk gedeelte elk uw handtekening zet, dan bent u, dan verklaart u zich volledig akkoord met al hetgeen hier in de schets, hier in de situaties en hier bovenaan gemeenschappelijk werd bepaald. Belangrijk om te weten. Voor eerst dus de individuele velden die u moet invullen op dat aanrijdingsformulier. Wat kom je daar allemaal op tegen? Om te beginnen moet je invullen wie de verzekeringsnemer van het contract is. Dus daar vul je in op wiens naam de verzekering staat. Kom je aan het volgende kader, namelijk het voertuig. Daar geef je de details op van uw wagen. Dus uw nummerplaat vraagt men, uw merk en type van de wagen, als ook het land van inschrijving. Verzekeringsonderneming, dus waar ben je verzekerd? Dat zie je weer op je groene kaart. Je vult ook het contractnummer in en vervolgens vraagt men ook naar agentschap, bureau of makelaar waarbij je verzekerd bent. Dus als bestuurder vul je gewoon uw naam en uw voornaam, uw geboortedatum en uw adres in. Je kan daarvoor ook uiteraard gaan kijken op het rijbewijs, want je moet uw rijbewijsnummer invullen, dus het is belangrijk dat dat er allemaal op staat. Het volgende kader moet u aangeven waar het voertuig eerst geraakt werd. Dus hier, ik werd achteraan aangereden, uiteraard de achterkant van mijn wagen die het eerst geraakt werd. Last but not least, in het laatste eenzijdige vakje dat je moet invullen, vraag men nog opmerkingen. Maar nogmaals, we zitten hier in het eenzijdig gedeelte, dus de tegenpartij moet daar niet mee akkoord gaan. U mag daarin schrijven bij manier van spreken dat de tegenpartij een fout is. U mag daarin schrijven dat de tegenpartij een prutschauffeur is. Dat doet er niet toe. Gezamenlijke gedeelte. Zoals daarnet in de intro gezegd, het is enkel op dit deel dat er een gemeenschappelijk akkoord wordt gegeven bij het ondertekenen. Wat hebben we daar voor eerst? Bovenaan, op het aanrijdingsformulier, moet u eigenlijk de details van het ongeval invullen. Daar vraagt men naar de datum van de aanrijding, naar het uur waarop dat gebeurd is, naar de plaats. De getuigen, je kan daar in geval van getuigen van dat ongeval hun naam, adres en telefoonnummer op ingeven. Belangrijk om te stellen dat dat wel onafhankelijke getuigen moeten zijn. Dat mag geen familie zijn, dat mag niet uw vriend zijn die naast u in de auto zat. Belangrijkste deel van de gemeenschappelijke bepalingen, daar komen we nu aan. Dat is enerzijds kolom 12, de toedracht, waarin er verschillende mogelijke situaties staan opgeschreven en waar u moet aankruisen welke situatie voor u van toepassing was. Heel belangrijk om te melden. Eens je die situaties overlopen hebt en eens je gezamenlijk overeengekomen bent wat dat er nu eigenlijk van toepassing is voor elk van de twee partijen, dan is het heel belangrijk om onderaan het aantal kruisjes in te vullen dat u eigenlijk hebt aangekruist. Misschien nog belangrijker is de schets. Op de schets wordt er echt gekeken van oké, volgens hetgeen dat hier getekend staat, wie is er nu in fout, wie is er in recht. Dus hoe meer details dat je erop vermeldt, hoe beter dat het is. Dus wat heb ik hier getekend? Wat ziet u? Twee rechthoekjes, zeg maar, die de twee auto's aanduiden. Ik ben auto A, de tegenpartij die mij achteraan heeft aangereden is auto B. Dat is al heel belangrijk om aan te duiden, want als u hier niet defineert wie A of B is,
is het alweer moeilijk. Dus A en B duidelijk definiëren. Het is ook belangrijk om telkens de voorkant van de auto aan te duiden. Dat doen we door die driehoekjes hier zeg maar aan te duiden, zodanig dat het duidelijk wordt dat beide voertuigen eigenlijk vooruit stonden, dat de voorkant dus heel duidelijk was. Ook de rijrichting is belangrijk, want vooruit of achteruit rijden kan een heel groot verschil maken bij het al dan niet aansprakelijk zijn voor een schadegeval. Dat heb ik hier gedaan door nog een keer pijltjes te zetten dat beide wagens eigenlijk vooruit aan het rijden waren. Dus heel belangrijk wederom. Verdere details, ik heb de straatkant, ik heb de stippenlijnen in de straat. Het is duidelijk dat ik aan een stop stond en dat het rood was. Het fictieve ongeval is gebeurd in de Otinghamstraat ter hoogte van huis nummer 200 aan de rode lichten en ik reed in de richting van Otinghem. Dat is dus eigenlijk in mijn ogen een perfecte set. Alle details die hierop staan om te weten wie aansprakelijk is in dit ongeval staan erop. Dan volstaat het om elk onze handtekening te zetten en elk een exemplaar van het aanrijdingsformulier mee te nemen om bij onze verzekeraars af te geven. Je ziet, er is het origineel dat u net hebt ingevuld en daaronder zit er een doordrukformulier dat u verdeelt onder elkaar. Last but not least, enkele finale tips. Voor eerst, belangrijk, zorg ervoor dat u altijd minstens één aanrijdingsformulier in uw wagen hebt zitten. Vervolgens kan het handig zijn om een aantal zaken reeds op voorhand te gaan invullen. Zaken die sowieso vaststaan. Bijvoorbeeld de verzekeringsnemer, de gegevens over de wagen zelf, merk, type, nummerplaat, dat kan u allemaal gaan invullen. Als ook de gegevens van het verzekeringscontract. Die gegevens staan vast en kan u al op voorhand gaan invullen. Dat zorgt voor minder stress bij het ongeval zelf. Dan hebt u al een deel dat ingevuld is. Belangrijke tip nog om een keer mee te geven. Wees altijd eerlijk. Het heeft geen nut om zaken te ontkennen. Het heeft geen nut om zaken anders voor te stellen dan ze gebeurd zijn. Om te liegen. Wees eerlijk. Bent u in fout, dan is het zo. Daarvoor hebt u nu eenmaal een autoverzekering. Als laatste en misschien wel belangrijkste tip, neem voldoende foto's van de situatie. Dan kan u altijd bij discussie ook zaken gaan aandoen. Voilà, deze video zit erop. Ik hoop dat deze video voor jullie interessant was, dat het duidelijk is geworden hoe dat je nu een aanrijdingsformulier gaat gaan invullen. Heb je hieromtrent nog bijkomende vragen? Reageer dan gerust in de comments. Stuur mij een mailtje op gilles@deplanke.be. Reageer via Instagram, via YouTube, u weet mij altijd te vinden. Ik zie jullie heel binnenkort terug voor een nieuwe Insurance Talk over alweer een ander verzekeringsonderwerp. Tot snel!